Hallo, mijn naam is Jochem Deen. Ik geef geschiedenis hier op school en ik ben mentor van 2VA. En mijn naam is Daan Zonneveld. Ik geef het vak aardrijkskunde. Ik ben mentor van 2HVB en wij gaan jullie iets vertellen over formatief evalueren. Het leuke van deze presentatie is dat wij alle twee ook op deze school hebben gezeten. En dat is natuurlijk al een hele poos geleden. En toen wij hier op school zaten, misschien kent u het wel, hadden wij SO'tjes en UP's. En wij hadden 11 verschillende vakken en voor elk vak had je onwijs veel toetsen. En het ging ons voornamelijk om de cijfers. Hè? Had je een 5,5, dan nou ja, in onze tijd was dat een goed resultaat, kon je verder. En had je een wat minder cijfer, moet je gewoon de volgende keer beter je best doen. Maar ja, je bleef maar elke week heel veel toetsen krijgen. En we merkten dat leerlingen gedemotiveerd werden. We merkten dat we meer gingen letten op de cijfers en niet op het leerproces. En vandaar doen wij nu iets wat wereldwijd bekend staat als formatief evalueren. Wat is formatief evalueren? Dus niet een toetsencircus. Bij formatief evalueren kijken we naar het leerproces. Dus niet naar het eindresultaat, maar naar de weg naar het resultaat toe. We geven natuurlijk bij ons op school nog steeds toetsend voor een cijfer. Maar minder. Tijdens het formatief evalueren gaan we kijken naar stapsgewijs hoe verloopt het proces van leren in de klas en buiten de klas. En dat gaan we steeds meten. Dus het meten en het feedback geven en vooraf leerdoelen geven, dat is de essentie van formatief evalueren. Even een rekensommetje. Laten we naar mijn vak geschiedenis kijken. Daar behandelen we in een jaar 6 hoofdstukken. Dat betekent 6 toetsen in een jaar. Daarnaast deden we ter voorbereiding op elk hoofdstuk 2 schriftelijke overhoringen. Dat betekent dat je in een jaar tijd voor mijn vak 18 cijfers krijgt. Voor aardrijkskunde is dat hetzelfde. Die deden ook zo'n 18 cijfers in een jaar. Samen 36 cijfers voor 2 vakken moet je nagaan als je zo'n 12 vakken hebt dat je een heleboel cijfers krijgt. Bij ons huidige systeem combineren wij formatief evalueren met het toetsen voor een cijfer. Ze krijgen maximaal 6 toetsen per vak per jaar. Bij ons systeem van formatief evalueren gebruiken wij de formatief evalueren cyclus. En die ziet er als volgt uit. Als allereerst stellen we van tevoren leerdoelen vast. En die leerdoelen laten zien wat moet een leerling aan het eind van de rit kunnen, weten en beheersen. Bij stap 2 gaan we meten. We kijken met behulp van opdrachtjes of kleine evaluaties wat weet een leerling al en wat weet hij nog niet zo goed. Vervolgens geeft een docent feedback om een leerling inzicht te laten krijgen van waar staat hij op dit moment in het leerproces. Stap 4 zijn de vervolgstappen. En bij de vervolgstappen geven docenten tips en tricks aan leerlingen om de leerdoelen te bereiken.